een hele goede morgen. Je hebt me al vaker horen zeggen dat ik mijn eigen thermoskan met heet water meeneem. Nou, en vanochtend, ik zal eerst even daarheen lopen. Vanochtend heb ik er dit in gedaan, citronella. Erg lekker, wel bekend van het op je huid wrijven om muggen weg te jagen, maar erg lekker. En dan zie je daar zo bijvoorbeeld, en daar komt het op. En hier zo zie je een heel klein beetje munt, dat gaat heel groot worden. Dit zijn trouwens mijn hosta's die opkomen. Zie je, dat is verse munt, ruikt erg lekker, dus dat heb ik erin zitten. Trouwens, hier zo 7 blad. Kan je ook eten overigens. Even kijken. En toen heb ik erin gedaan. Oh, dit zit er nu niet in. Maar dat doe ik er normaal gesproken wel in. Dat is Roberts kruid. En dit is. Kan ik het 100 keer zeggen. Ben ik het nu natuurlijk net kwijt. Dit heb ik erin zitten. Wilde zuring. Moet je ook mee uitkijken. Je moet niet heel veel grote hoeveelheden ervan eten. Maar ik heb denk ik zo'n klein blaadje heb ik erin gedaan. En dat kan heel goed. Er zit heel veel vitamine C in. En het wilde zeggen dovennetel. Hier is die niet in bloei, maar ik heb hem ook hier staan. Dan kun je het zien. Gele dovennetel. Daar zit ook wat van in. Oh ja, en ik heb een brandnetel in gedaan. Nou, daar blijf ik even met mijn blote handen van af. Die heb ik dus met handschoenen geplukt. En wat je dan in de thee doet, is de bovenste kring. Dus dat bovenste stukje, dat is wat je in de thee doet. Dus dan heb ik mijn eigen thee samengesteld. En dan ga ik weer heerlijk aan de slag. En over wat je hier ziet, dat zijn allemaal bloembollen die mijn bovenbuurvrouw van in de 90 altijd weggooit. En daar heb ik een keer wat van gezegd. Dus die krijg ik. Nadat ze uitgebloeid zijn. En die red ik en die zet ik dus hier in de tuin. En die zijn heel erg blij.